Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de EB Rally Update. De onlangs verreden baai uit Mitteldeutschland onder de rook van Leipzig is uitgelopen op een succes voor het Tielse EB Rally Team. Het sterke internationale deelnemersveld reden de Tielenaren naar een tweede tijd. De baai uit Duitsland werd gewonnen door Ronald Scholderman en Marcel Blankenstein. Het was een pittige baai dit jaar, waarbij de zware omstandigheden voor flink wat uitvallers zorgden. De verwachtingen hier van het EB Rally Team voor de Baia Deutschland 300 zijn eigenlijk redelijk hoog gespannen. We hebben vorig jaar super gereden en we denken dat zeker dit jaar ook weer te gaan doen. Maar het is voor ons vooral een training voor onze Dakar deelname natuurlijk in januari. Wat we hier gaan doen is gewoon lekker rijden, goed navigeren, geen fouten maken, de rust bewaren. En ja, als het een beetje mee zit, toch wel in de top 10 misschien wel terechtkomen. Ja, binnen het NK is het natuurlijk altijd een spannend veld, het NK off-road. Ja goed, wat daar echt de verwachtingen zijn, we zullen niet op podium gaan terechtkomen, maar ook daar binnen de top 10 zeker natuurlijk wel gaan finishen, tenminste zeker, dat is onze verwachting. Waarbij we in de overall ranking gewoon goed meedoen, dus we hebben nog één wedstrijd in het NK off-road hierna, in het EB. Ook daar gaan we gewoon lekker rijden, maar alles in het teken van de training voor de Dakar 2016. Na de eerste dag ging het duo Scholderman-Blankenstein met de Toyota Landcruiser, de ORD1, aan de leiding. Gevolgd door Sietse en Klaas Roller met een Land Rover Defender. Becker Boy van het EB Rally Team met een Toyota Landcruiser ORD2 stond de derde. Op dag 2 stonden er 5 rondes op het programma met een lengte van in totaal 44 kilometer die verreden werd in de bruinkoolmijn onder de rook van Leipzig. Veel snelle stukken werden afgewisseld met flink kapot gereden stukken, waarbij het materiaal het zwaar te verduren kreeg. Ja, na de eerste dag van de baia kan ik zeggen dat we vandaag heel lekker gereden hebben. Maar allereerst wil ik Willem Zeelen bedanken. Willem, als je kijkt, bedankt dat ik de auto vandaag tot mijn beschikking heb. En ook morgen natuurlijk. En ja, dat is toch wel heftig om met zo'n auto te rijden. Het komt heel dicht in de buurt van mijn auto, alleen een andere versnellingsbak. Maar dat geeft in ieder geval het gevoel dat je met je eigen auto rijdt. Hè? Zeg maar. De breedte, de lengte, de karakteristieken van de auto. En ja, daar ben ik heel blij van. Maar we hebben lekker gereden. Ja, je komt op het laatst in het langzame verkeer terecht, omdat je die aan het dubbelen bent. En dat zijn die hele grote jongens. En ja goed, we doen wel eens lelijk, toeteren. En dan gaan ze wel aan de kant. Maar ze kunnen ook niet altijd aan de kant. Als je in een bospad rijdt, dan is dat smal en dan kun je daar niet direct langs heen. Dat houdt een beetje op, maar al met al hebben we een hele goede dag. We hebben lekker gereden, het was fijne omstandigheden en ja, ik ben positief. De winst op dag 2 was voor Scholderman, gevolgd door Becker en Van der Steen uit België. Elko Becker en Sijbrand Boy keren tevreden huiswaarts. Met de winst in de Baia Deutschland schreven Scholderman en Blankenstein ook deze ronde van het EBNK Offroad Racing kampioenschap op hun naam. Met het aantal punten dat het duo nu verzameld heeft, kan de titel hen bijna niet meer ontgaan. Automatisch was de tweede plaats voor Elko Becker en Sijbrand Boy. In het algemeen klassement ook goed voor een tweede plaats in het EBNK Offroad Racing. Voor het EB Rally Team was het de perfecte voorbereiding daar in Duitsland voor het echte werk, de Dakar 2016. Goed zo jongen, dankjewel!
Ja, het ging helemaal goed. Af en toe last van achterblijvers. Maar als ze zien dat je toch eigenlijk wel behoorlijk snel bent, dan maken ze toch wel dat ze aan de kant gaan. Zelfs die grote jongens. En dat rijdt lekker, want je krijgt vrij baan, je gaat door. En ik heb fouten gemaakt, ook niet in het bos, waar het heel slecht was. Wisten we waar we een zijpad moesten nemen. Dus ja, top. Ging helemaal goed. Thank you.